Het wordt vandaag weer een mooie winterse dag. De zon schijnt op de meeste plaatsen, alleen in Limburg zijn eerst nog wat wolkenvelden. Het blijft overal droog en de temperatuur die ligt vanmiddag net iets boven het vriespunt. Vanochtend is het nog koud met lokaal lichte tot matige vorst. De temperaturen liggen aan het begin van de ochtend zo tussen de min 2 en min 6. En vanmiddag is het dan zo'n 0 tot 2 graden. Er waait een zwakke wind uit het noorden of noordoosten en zoals gezegd, er is veel zon. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wel wat toe. In het oosten blijft het nog lang helder. De temperatuur die daalt weer tot onder het vriespunt overal. En misschien dat er vannacht in het westen en noordwesten ook nog wel een klein vlokje sneeuw valt. Veel stelt het allemaal niet voor. Morgen is er beduidend meer bewolking, maar de zon breekt ook af en toe door. En smiddags wordt het 1 tot 4 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Op vrijdag gaat het enige tijd licht sneeuwen in de middag. Vanuit het westen gaat de sneeuw waarschijnlijk wel over in de regen. De temperatuur loopt op naar zo'n 1 tot 3 graden. Op zaterdag blijft het dan overal droog en is het smiddags zo'n 5 tot 6 graden. En op zondag kan er natte sneeuw vallen. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.